Welkom allemaal. De tweede editie van het Hogerhuis. Vorig jaar hebben we het voor de eerste keer gehouden en vanavond dus voor de tweede keer. Daar wil ik jullie de hoofdrolspelers introduceren. En dat is in de eerste plaats burgemeester Karel Lohuis. Welkom. U mag deze keer op de preekstoel plaatsnemen. Meestal mag ik daar staan, maar we hebben hier een prachtige plaats voor u ingericht. Met een mooie hoge stoel, zodat u... Kijk maar of dat lukt zo. En een microfoon. Ja, gaat dat? En een hamer. Ik zal straks nog even wat vragen stellen en dan om uit te leggen hoe het verder gaat. Karel Lohuis is natuurlijk een ontzettend belangrijke gast van ons, maar nog belangrijker zijn de diabeters. Jonge en iets minder jonge mensen die aan u hun mening kenbaar willen maken. Ik zal ze aan u voorstellen. Dat zijn Lia en Gineke. Jan-Anton en Edward. Bianca en Mirna. Henk en Henk. Filip en Imre. Sietz en Danny. Rijn en Frank. Julia en Elisa. Erik en Maurice. Katelijne en Rozemarijn. Willy en Henk. En Bert en Jorien. Wij gaan in discussie. Wie mag ik over deze stelling het woord geven? Alle cafés in Hogeveen moeten om 1 uur dicht, alle dagen. Ja, Wil is als eerste. Het uitgaansleven heeft zich in zo'n jaar of 20-30 verplaatst van zeg maar van 12 uur tot 1 uur of 4-5 in de nacht. Dat is een lange periode. Zo'n lange periode kun je ook weer gebruiken om het terug te draaien. Het gaat om elkaar ontmoeten, pret maken. Waarom kun je dat niet tussen 9 en 1? Mijn voorstel is om elk jaar de kroeg 1 uur eerder dicht te doen. Dat voorkomt alcoholongelukken, dat voorkomt glasgooipartijen, dat voorkomt coma-zuipen van jonge tieners. Ik ben wel voor een verschuiving terug, dat moet te realiseren zijn. Geleidelijk. Ja, ik jongere krijgt het woord. Even, mag ik eventjes je schouder zien? Enisa. Ja, ik zou graag op Willy willen ingaan. Want ik denk juist dat het terugdraaien van de tijd juist meer alcoholproblematiek veroorzaakt. Dat zal ik even uitleggen. Want er zijn jongeren, die tijd heeft zich inderdaad verplaatst. Vroeger gingen mensen heel vroeg uit en nu begint het uitgaansleven tussen 12 en 1 uur. Maar goed, als de jongeren straks dus om 1 uur niet meer uit kunnen gaan, dan zullen zij de keten ingaan. Dat is veel goedkoper, is ongeveer 4 keer goedkoper. Dus dan kunnen ze veel meer drinken. Uiteindelijk denk ik dat het juist meer alcoholoverlast zou veroorzaken. En die persoon die vond ik wat wel goed op gang komen, maar soms wat te lang. En dat heeft hij in de verdere debatten, steeds beter gedaan. En hij heeft lef getoond, hij is tegen de heersende mening ingegaan. En uiteindelijk heeft hij ook nog een lef gehad om het publiek aan te kijken. Frank. Hey, Frank wil je naar voren komen? U mag de oorkonde overhandigen. U mag straks nog even uw handtekeningen erop zetten. Dat doen we straks eventjes. Ja. Ja, nog een keer applaus. Alle deelnemers.
alle deelnemers ook heel erg bedankt. Want het ging natuurlijk niet zozeer om de winnaar. Dat is hartstikke leuk dat Frank heeft gewonnen. Maar het ging uiteindelijk om het debat. Om het gesprek met elkaar. En hoe belangrijk dat is. Dat wij met elkaar onze meningen op een zorgvuldige wijze uitwisselen. En daarom krijgen alle mensen een roos. En ook de burgemeester, heel hartelijk bedankt voor uw zorgvuldige afweging. Jannie en Anneke, heel hartelijk bedankt. Dank u wel, Michael. Delen, hè? Delen. En dokter Reenders en Ewout Klok, ook heel hartelijk bedankt. Krijgen ook een roos. En ook u heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. Heel fijn dat u er was. Ook, ik denk dat dat alleen maar bevorderlijk is, ook voor Hogeveen. En wij gaan met elkaar wat drinken.